IT Daily brengt vandaag 5 experts rond de tafel om te praten over AI. We gaan het over klassieke en generatieve AI hebben en natuurlijk focussen op de implementatie daarvan bij bedrijven. We onderzoeken wat belangrijk is, wat de impact is op werk, op mensen en op natuurlijk gewoon de bedrijfsvoering in het algemeen. Ik denk meestal van de use cases de dag van vandaag vereisen eigenlijk een combinatie van steeds traditionele AI en generative AI. Als Cognizant hebben we ook op die manier onze approach rond neuro-AI ontwikkeld, omdat we geloven dat inderdaad de combinatie van de twee de best mogelijke uitkomst of uitkomsten kan creëren. Ja, dus als u GenAI wilt gaan toepassen op uw bedrijfsgegevens, dan kunt u eigenlijk een SaaS-oplossing gaan gebruiken. Die gaat bouwen op de informatie die bijvoorbeeld leeft in Office 365. Daar wordt beveiliging van die informatie belangrijk. GenAI gaat eigenlijk rekening houden met die beveiliging. Als je dat gaat doen op niet gestructureerde data die leeft in andere systemen, dan zou je eigenlijk veel meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen en die ethische regels, die beveiligingsregels, duidelijk gaan instellen, configureren, vooraleer je die technologie beschikbaar staat voor eindgebruikers. Heel belangrijk in het operationaliseren van modellen of in het model ops verhaal is het continu monitoren van modellen. Continu monitoren wil zeggen monitoren van de data, de input data, de output data en de performantie van het model zelf. Performantie, zowel statistische performantie als business gerelateerdheid. Op basis van klassieke AI staan we eigenlijk al heel ver met het gebruiken in productieprocessen, waar we zelfs eigenlijk de mogelijkheden hebben om inderdaad dat we van machine to machine beslissingen gaan. Als we kijken naar generative AI, daar zien we nog massaal in de experimentatiefase. Wat je nu ziet dat inderdaad stap voor stap sommige klanten inderdaad het in productie aan het brengen zijn. Vandaag implementeren wij AI-projecten die echt focussen op businessnoden. Bedrijven, industriële bedrijven, servicebedrijven hebben een waslijst aan open jobposities waar ze niet het geschikte personeel voor vinden. En daar bekijken wij samen met die bedrijven hoe kunnen wij artificiële intelligentie gebruiken om met minder mensen hetzelfde werk te doen. Type AI-implementaties, back-office productiviteit. Gewoon AI gebruiken om mensen te helpen bij het sneller verwerken van inkomende salesorders of bestelbonnen en facturen. Binnen 2 jaar staan we met een nieuwe wetgeving, de AI Act. En eigenlijk is er nog heel veel te doen. We denken vooral aan het ondersteunen van bedrijven om zich klaar te maken voor deze nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld KMO's die misschien minder middelen hebben dan de grote bedrijven om zich eigenlijk op deze verandering te gaan voorbereiden. Daarnaast denken we ook aan bijvoorbeeld de rol van universiteiten en hogescholen, dat die de nodige middelen krijgen om eigenlijk toekomstige ontwikkelaars, managers klaar te stomen om beste praktijken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie in de toekomst te gaan toepassen.